Hi, hallo. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben hier samen met Ramonski en we gaan naar Feyenoord tegen SC Heerenveen. Ik ben benieuwd wat Feyenoord vandaag gaat doen. Het is regenachtig, de sneeuw is bijna allemaal gesmolten. Maar het regent momenteel, maar ja, dat is altijd nog beter dan die rotsneeuw. Hè? Je glijdt tenminste niet meer op je bakken. Dus. Nou, ik... Ik ga hem even neerleggen en dan gaan wij richting Kuipie voor de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen. Ja. En dan spreek ik jullie dadelijk. Tot zo! Zo, we zitten inmiddels in de Kuip. En dat was wel goed. We zitten inmiddels in de Kuip en we zijn... Ik heb onderweg niet veel gefilmd. Het was ook veel te gezellig. Want een collega van me, die is ook... We hebben lekker in de meeste van de tram zitten lullen. En het is wachten weer, dus ik kon ook niet buiten de Kuip filmen. Want als jullie het goed kunnen zien. Ik denk niet dat jullie het goed kunnen zien. Maar het hoost buiten. Dus ik heb niet kunnen filmen. Nou, het is even wachten tot Joost komt. En dan is Ramonski er ook nog. Ramonski, ben jij er ook nog? Ramon, vanaf volgend jaar er ook weer bij, hè? Volgend seizoen ook weer bij, hè? Ja, ik ga mijn best doen daarvoor. Ja, nou, je gaat gewoon mee. Ik ga gewoon mee. Dan drink ik wel een biertje op. Ja. Dat is mooi, hè? Nou, keepers zijn al aan het warm lopen. Kijk, keepers zijn al aan het warm lopen.
op bordje. 3-0, zeg ik. 3-0. Ik hoop sowieso op een 3-0 ergens op de hoop. Ja, oh, allebei 3-0. Nou, ja, hoop het wordt. Ja, dat, het zou mooi zijn als lukt, maar als het niet werkt, dan is het jammer. Maar, ja, dat is jammer. Maar, we moeten kijken. De regen. Ja, maar mooi, dus het is slecht. En daar heb je hem mooi. Daar heb je hem mooi. Gewoon Joost. Daar heb je hem mooi. Gewoon Joost. Gewoon Joost. Ben je een beetje nat, jongen? Nou, valt er wel mee. Maar heb ik jou gisteren ook niet gezien, toevallig? Ja. Hij misschien gaat vrijdag weer even naar. Ja, gaan we weer naar de Efteling. Ja. Hey, dat dan. Want er is één clubkampioen. Laten de fakkels branden, niemand die ons nog kan verslaan. Want in Rotterdam is iedereen blij. De kostsingel, ja, de kostsingel, we zijn erbij. Thank you.
Fijn,
geworden, maar daalde Levanten.
achteren. Kevin.
niet tegen jou, hè? Ja, jij zei Kevin. Het was wel weer. Ja, hij heet ook Kevin. Kevin Blom. Dat dat tegen dingen zat. Dat was dicht. Dat de Kevin van een van de voetballers was. Je bedoelde Kevin Blom, hoor, Kevin. Ja, precies. Godverdomme. Ja. Jezus Christus. Nou, wakker worden, godverdomme. Kevin. Kevin Blom. Ah, dat is een op de post. Nee, hoor, Kevin niet tegen jou, hè? Ja, jij zei Kevin. Het was wel weer. Ja, hij heet ook Kevin. Kevin Blom. Dat tegen dingen zat. Dat Kevin van een van de voetballers was. Je bedoelde Kevin Blom, hoor, Kevin. Ja, precies. Godverdomme. Ja. Jezus Christus. Nou, wakker worden, godverdomme.
mooi 1-0. En balen, het is 1 tegen 1. Echt kleuter. Ik kwam er wel op 1-0 voor, en jullie zagen het, maar ja, kom je snel een doelpunt tegen, dus. Helaas, 1-1. We gaan wachten op de tweede helft.
zelf. Dat is Jongen, waarom schiet hij nou niet zelf, man? Ja, dat had het even geweest, denk ik. Jeetje. Zak. Kut Fries. Hey Jelle. Sorry Jelle.
Nou jongen, kom op nou. Ik sta godverdomme niet meer 4-0 voor, hè? Voor ons. Staan we stil. Oké, en bal weer weg. Echt triest, hoor. Ik heb veel beetje zin op deze manier. Yo. Zoals binnen.
23, Henk Veerman. Hij gaat het veld verlaten. Voor hem in de plaats van nummer 9, Reza Schoenveld. En de final gaat weer de plaats. De wisselplaats vinden Tony Verlinda. Thank you.
Zulke mensen die houden graag van zeuren, hè? Ja, dat is ook echt niet. Kop, hé! Klootzak! Jood! Ja, ja, zo is het. Oh, nee, die is hier beneden. Voor jou. Ja, weer die bal weg. Tjonge, nee. Die bal moet met de bovenkant doen. Ik ben niet meer in de
klootzak. Ik ga even met elkaar leggen kroelen. Fluit je niet, hè? Flapdrol. Klootzak. Vieze gore tijdrekkers. Nou, het is afgelopen en het is weer kut. Het is weer drama. 1-1 is het gebleven. Dus we gaan snel naar huis toe. De warmte opzoeken. Dat is sterven, scout, ik heb steenkoude klauwen. Maar we gaan er snel vandoor en ik spreek jullie weer als ik in Spijkenissen ben. Tot zo. Hey Joost. Doei. Heb je haast? Hij heeft godverdomme haast. Hij moest zeker de bus halen. Met de vriendelijke groet uit Hellevoetsluis. Die gaan ze denken dan. Die zit nu zo. Gelijk hebben ze. Mooie actie. Ga gewoon weg. Ga gewoon dood. Nou, we zijn terug. We lopen net de perron af. En ik moet even mijn OV-chipkaart hebben. Dus dit was de vlog van Feyenoord tegen Heerenveen. Het was weer een kutwedstrijd. Nee, maar ja, ondanks alles, Ramon. Het was inderdaad aardig kloten en een beetje. Het was een klote kut. Klote kut. Was er een rommelig plusje? Het was gewoon een teringzootje. Nou, goed punt. Nou, dit was de vlog van vandaag. Ik zou zeggen, vond je deze vlog leuk? Ik kan me niet voorstellen, want het was weer een rukwedstrijd. Maar ja. Vond je deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Of grijs, of weet ik voor wat kleur het is. Ja. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ja. En vanuit de koud Spijkenissen zeg ik... Doedels! Vreselijk! Je doet het de ergste vijand niet aan. En zeker niet de wedstrijden van Feyenoord momenteel. En ook geen in die rotkou hier, hoor. Nee, want het is hartstikke koud. Ja, maar gewoon. Nee. Nou, doei! En skabedi, skabedoe, skabedabedoe!